pap en mam. Met hun hobby, honden trainen. Ik wil eens even kijken met een bakje koffie. Ik heb dus een aantal jaren geen contact gehad met mijn ouders. Dat heeft ook wel te maken met de acceptatie. Het was allemaal een beetje moeilijk. En nu sinds een jaar hebben wij weer contact. En mijn vader is heel trots met zijn hobby altijd. En ik dacht van ja, nou laat ik maar eens een keer gaan kijken. Nou, vroeger was het de paarden, nu is het de honden. Nu zijn het de honden. Ik vind dat wel echt werk voor jou, joh. Nee. Zo bang aan. Oh. Ze houden toch niet eens van honden? Ik hou niet van beesten. Die hebben mij gebeten. Ik kreeg eerst contact met mijn broertje, met mijn jongste broertje. En dan ben ik natuurlijk op zijn doopfeest geweest. Daar waren mijn ouders ook. Daar is mijn moeder al met mij oogcontact gaan zoeken. En toen zei ze, we moeten het gewoon uitpraten. Nou, en toen hebben we met mijn vader gezeten om de tafel. Hebben we het uitgesproken? En nou ja, ik heb mijn vader nog nooit zo gezien. Hij is veel veranderd. Ja, hij is echt hartstikke lief tegen mij en heel zorgzaam. Hij is ook heel trots op mij. Dus ja, dat doet me wel heel erg goed. Kijk, komt hij aan hoor. Kom. Oh. Nee, dat durf ik echt niet hoor. Kelly, los! Zitten! Kijk, en dan blijft hij bewaken. Oh, ik vind het wel een heftige sport hoor. Dat mijn vader dit zo leuk vindt, snap jij dat? Ik vind het wel interessant om te zien een keer. Kijk eens hoe hard dat hij schreeuwt daarachter en hij laat gewoon los. Gewoon 3-4 keer achter elkaar wordt die man gewoon gebeten door de yukol. Ik denk, nou, dat is niks voor mij. En jong, wil je het ook een keer proberen dan? Je durft niet meer. Nou, ik hoor die tanden klak, klak. Nee, doe maar kort bij dan. En die man die had volgens mij geen ballen meer over. Die greep zo tussen de benen. Heb je het toch niet meer? Ik heb ze toch niet meer, dus het scheelt. Ja, maar toch is het wel adrenaline. Op hoeveel meter? Ja, ik pak 30 meter zat voor hem. Ja, dat is... Voor hem. Voor haar, hè? En dan zegt hij tegen mij, wil je dat ook een keer doen, jongen? Ik denk, nou ja, weet je, om hem dan weer trots te maken, doe ik het dan weer voor hem. Wat er ook blijft rekken, de hond zoekt de plaats. Hè? Oh. Hier is die vader dat ik de schoenen. Oh, dat is ook voor het eerst in het leven. Oh, dat je dat durft, echt. Het is weer eens wat anders dan een Gooise gala-jurk, maar als je je pa en een plezier mee kan doen. Hè? Zodra je het pak aan hebt en je ziet die hond daar, voelt dat wel heel erg spanning hoor. Kijk, hey, maar kijk, je hond komt dadelijk, man. Hoe zwaar was dat pak? Nou, het pak was echt heel zwaar. Ik denk dat het pak zeker 30 kilo woog. Als ik knik zo'n keer, dan schreeuw je een keer, ja? Recht naar de hond toe, hè? Het zag er niet uit. Het was net een sumo-worstelaar op het veld. Je moet zo... Ik zag die hond voor de eerste keer aankomen gaan en ik dacht bij mijn eigen, nou hell no, ik zou het nooit doen. Ik zou het ook niet doen, maar Louisa doet alles. Het ging echt hard hoor. Kelly, hier. Hier. Tellen. Kelly, ja. Wat is dat? Mijn extensions. Los. Kelly. Los. Zet in. Hier, velken. Oh, ik doe het niet meer hoor. Ik heb met mijn velken gebeten. Mijn hele vel is los. Volgen. Stellen. Komt ie. Lopen. Dat de honden op me afrenden vond ik minder eng dan van achteren. Want van achteren het was net een straaljager. Je hoort eerst het geluid en dan zie je de straaljager. Dat voel je. Dus hij kwam in één keer klaats van achteren en ik denk, daar gaat mijn gezicht van een halve ton. Oh, net met mijn vel. Maak los. Oh. Kelly, los. Ga zitten. Zitten. Niet bewegen. En schat, gaat het? Nee. Nou, ik vind het wel heel knap dat je het gedaan hebt. Hoor. Ja, ik zou het niet gedaan hebben. Ik bedoel, maar ik ben wel stoer. Ja, ik voel me net Tupac, te glij. Ik deed het wel even, maar ik heb wel pijn aan mijn arm, hoor. Ja, dat geloof ik. Ik denk dat je morgen ook wel echt spierpijn hebt ervan. Nou, dit kan van mijn bucketlijst. Kan ik lopen? Louisa en Roan op de camping.